fuck this game. Hallo mensen van Biontown, ik ben Rico Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe XXL Gameplay. Een paar maanden geleden speelde ik Mario Party 5 en die viel zo in de smaak. En wat doe je dan? Upgraden? Nee, downgraden! Ja, applaus voor jezelf, Rick. Ik heb Mario Party 4, 5, 7 en 8. Waarom heb je 6 niet? En waarom heb je 1 tot en met 3 niet? Waarom wel? Oeh, nou heb je zijn met een mond vol tanden, of niet aan kijken. Ik ga vandaag een doodnormaal, nou ja, eigenlijk is bij mij niks doodnormaal, potje Mario Kart spelen. Mario Party 4. In principe is Mario Party 4 het gehandicapte broertje van Mario Party 5. En Mario Party 5 is gewoon een topper. Dus we gaan denk ik gewoon een party mode doen. We pakken gewoon even een willekeurig leveltje erbij. We gaan kijken of het lukt. Waarschijnlijk niet. We gaan sowieso mijn favoriete level spelen. Ik heb deze game vroeger gigantisch vaak gespeeld met vrienden. En we speelden eigenlijk altijd in hetzelfde level. En dan vraag jij als onwetende kijker natuurlijk jezelf af. Welke level is dat dan? Dat is eigenlijk heel makkelijk. Voor mij zijn dit de characters, ja? Dit zijn ook de levels of niet? Ik weet het echt niet meer. Nee, ik wil graag niet verder met een willekeurig potje waar ik in zit. Oké, ja, schrijf maar overheen. Ik wil de regels niet weten. Nee, Toad. Je moet gewoon je mond houden. Nee, ik heb geen vrienden. Ja, ik heb geen vrienden, Toad. Dat weet je zelf ook. Wrijf het er maar in. Oh, heb je geen vrienden mee? Weet je wel zeker? Ja! Ik heb die prochke geen... Met onzichtbare vriend hier. Is de controle kwijt. Nou goed, Toad. Ik wil Donkey Kong zijn, verdomme. Oh, nou mag ik niet zeggen wie de computers zijn. Nou wordt het leuk, hoor. Nou wordt het leuk. Crackhoer nummer 1. Ik zet ze wel op normal. Dat wordt een uitdaging. Dit wordt schelden. Oeh, Peter, dat is een... Oké, wie is de derde vijand? Wario. Zou ik die op easy zetten? Kijken wat we doen? Ja, dat is voor de grap, weet je wel. Zet ik Wario op easy. Want ik vind het kut als ik verlies van Wario. Welke party zou je graag willen spelen? Ik doe eigenlijk altijd deze. Altijd Toad's Midway Madness. Dat is een kermis. Boos, Hounded Bash. Dat wil je gewoon niet. Koopa Seaside Soiree wil je eigenlijk ook niet. Heb ik maar 3 levels? Welke game heeft er nou... Oh, die is... Nee, je kan naar links. Dan heb je... Shy Guys Jungle Jam. En Goombas. Ik heb serieus voor mij vaker Toad's level gespeeld en alle andere levels samen. En terecht, Toad's level is ook veel leuker. Ik ga het speciaal voor jullie het geluid iets harder zetten van de game. Komt ie? Zo, kijk. Nou ga ik de settings instellen dat ik eventjes... ja, ik geloof het allemaal. Ik zet het aantal beurten gewoon op 10. Dan kom ik misschien nog door een potje heen. Minigames, allemaal bonus aan. Kijk, ik kan mezelf gewoon zeg maar zo... Woo! Ik geef mezelf een ster extra. Weet je wat we doen? Omdat Wario zo'n dikke sukkel is... We geven iedereen een ster. Wat is dat? Dat is dit voor handicap. Woo! Iedereen is een ster. Iedereen is fantastisch. Iedereen is fantastisch op zijn eigen manier. Dit is de Rick filosofie. Iedereen is speciaal. Flikker wat uitjes over je heen. Doop jezelf in de mayonaise en ketchup en je bent speciaal. Nou, de toon voor de XXL gameplay is gezet. Schelden, vloeken, frikandel speciaal. Dit is Toad's Midway Madness. Het is een kermis. Want ja, wie houdt er dan niet van kermis? Een heleboel mensen, maar ik hou ervan. Ik hou er zo van. Oh, 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 oh. Ik hou er zo van. Dat is van Gerrit Joling, dus dat maakt een hoop goed. I love amusement parks, so I designed my board to look just like one. Please enjoy the fun rides and leave your worries behind. Now, let's decide the order of play. Is het vet leuk? Moet je gooien. Oh mijn god, ik gooi in 2. Nou, het begint goed. Daisy mag eerst. Krekhoeren nummer 1. En dan komt krekhoeren nummer 2. Dan komt dikke man. Gezet. Laten we even netjes nekje blijven. En ja. Ik. Ja. Moet ik hier nou voor vinden. To have your lion way, I will give you each 10 coins. Het fijne is, in deze game mode, wat heel anders is dan de Mario Party 5 die ik gespeeld heb. Hier moet je sterren kopen. Een ster is 20 muntjes. Als je op een blauw vakje komt te staan, krijg je 3 muntjes. Als je op een rode komt, dan niet. Dan verlies je er namelijk 3. En nadat iedereen 1 keer gegooid, dan is er een minigame waar je 10 muntjes mee kan winnen. Belangrijk voor mij is dus om telkens die minigames te winnen, zodat de computers geen geld krijgen. Dat is voor mij een heel belangrijke factor. Je hebt ook nog vraagtekenvakjes, dat gewoon betekent dat eigenlijk alles helemaal kapot gaat. Zeg maar, alles kan kapot en gaat kapot. Oh, waarom ga je daarin? Kijk, zijn geldjes. Oh, oh, oh. Nou, gelukkig mag ik weer niet spelen, want ja, fuck die shit. Oké, deze bitch gooit 10.
ik ben die ster kwijt. Ja, als ik heel veel geluk heb, is al voor die bij die ster voordat ze 20 muntjes heeft. Dan ga ik uitlachen. Oh, ze moet die kant op. Oh, wat onfortuinlijk. Wat jammer. Ik hoop dat die andere persoon heel laag. Oh, je wil op gewoon een rondje. Oh shit, wat gebeurt er? Oh nee, word ik nou eens even van plaats verwisseld? Wat is dit? Dan worden ze naar mij toe geteleporteerd. Ik heb geen idee. Nou, het kan nog slechter dan deze dame. Die is na één beurt gooien op het vakje waar ze begon. Hoe doe je dit, Peach? Serieus, een hele serieuze vraag. Oh nee, ja, dit is niet handig. Denk ik, ja. Het komt eigenlijk op neer dat ik dan weer die kant op. Maar ik wil maar niet die kant op. Daar is de ster helemaal niet. Nee, de ster. Die schijnt die kant op. En ik weet dat mijn dikke facecam back. Hartstikke boven die andere mensen. Kijk, gooi wel van de acht. Dat dan weer wel. Dat dan weer wel. Daar moeten we dan wel weer eerlijk over wezen. Het is gewoon vet kut, al vanaf het begin. Sterren winnen ga ik niet doen. Ik ga me gewoon iets heel gemeens doen. Zo'n item waar ik sterren kan stelen ofzo. Oh, ik heb 3 muntjes. Nou. Nou ben ik boos. En waar gaat die agressie heen? Een minigame. Werd dat straks is het een 2 versus 2 minigame? En dat ik dan met Wario moet? Oh, dat zou jammer zijn. Ik heb deze minigames al eeuwen niet meer gespeeld. Dus verwacht niet van mij dat ik ze cam. Wel lekker muziekje. Avoid getting flattered by the pages. Find a hole in the falling page and position yourself so you fit through. Oké, dit is best wel te doen volgens mij. De hoek heeft allemaal gaten en ja, je moet niet dood. Dat is heel makkelijk uitleg. Ga niet dood. Dat is een van mijn specialiteiten. Waarschijnlijk kun je elkaar ook slaan, dat soort meuk. Even testen of dat kan. Nee, oké. Hoe werkt het? Oh, dit gaat best goed. Dam. Hey, bitches aan de kant. Timber! En oh, ik had eigenlijk wel verwacht dat Wario dood zou gaan omdat hij een sukkel is. Woo! Oké, nou bots. Jammer genoeg zijn jullie ook best wel goed. Oké, iedereen leeft nog. Hier schiet ik niet meer op. Ho. Oeh! Er is er eentje plat hoor. De eerste dooien zijn gevallen. Moet ik gewoon. Ja, momenteel gaat het gewoon heel hoog tempo. Oh nee, die. Oeh! Je moet een beetje nadenken. Dat is moeilijk voor mij. Hoi! Nee, kut! Ah, ik ben erin getrapt. Nu denkt iedereen dat ik dom ben. Ben ik ook. Ik heb verloren van Daisy. Nou, jee, de resultaten zijn... 0 munten voor Rick. Oh, gedeelde tweede plek. Really? Moet het nou weer zo? Nou. Waarom moet het nou weer zo? En dan moet ik iedere beurt als laatste gooien. En dan gooit ze 10. Waarom gooit ze 10? Koop iets in de shop. Koop iets in de shop. Maak dat geld maar op. Warppipe. Doe maar hoor. Dan kun je mij naar een van je vriendjes en vriendinnetjes teleporteren. Zeker fijn. Ik zou hem zeker kopen. Die Daisy heeft nu zijn houding als ik zou hebben. Oh, kijk mij. Ik heb vet veel geld. Ik heb vet veel valuta. Oeh, een vraagteken. Wat is dit? Je wordt aangereden door een achtbaan. Zo zie ik je graag, Daisy. Doodstraf. Goed genoeg. En ja, dat is gewoon hartstikke jammer, want... Oh, waar ben je nou? Huh? Maar Daisy, daar is de ster toch helemaal... Wat? Waarom doe je dat nou? Hey, moet je het beter gooien? Oh ja, natuurlijk wordt die pijl op de andere kant opgezet. Zo kom ik nooit aan de overkant. Dit is verschrikkelijk. Gewoon het begin is al oneerlijkheid. Doe daar, Max. Ja, ik kan die gewoon niet hebben. Ik moet even heel snel iets van een warpipe kopen of zo. Oh, hoe kom ik hier eigenlijk? Hoe kom ik hier? Oh, dit was niet eens de bedoeling. Oh, daar ben ik ook helemaal niet, dus dat scheelt. Ik dacht, ik druk helemaal niet op gooien. Nee, ik ben hier, joh. Ik ben heel, helemaal weg van de menselijke beschaving. En ik gooi 3. Daar is het voor. Oeh, ik krijg een paddenstoel. Is dit goed? Ik hoop dat dit goed is. De grote doos op de kleine doos. Ze zeggen altijd maar zo. Hoe groter, hoe beter. Oeh, wat is dit nou weer? Een mega mushroom. Geen idee wat dat doet. Voor mij is het, dan word je groot en als je over iemand heen loopt, dan kun je ze geld afpakken op een ster misschien zelfs. Oké, welk spelletje gaan we spelen? Free throw. Oké, 3 gooi. Ik denk dat is een interessant spel, maar 3 gegooid zullen worden. Oh, zo'n ding. Try to make the most shots into the moving baskets. Oké, wat zijn de controls dan? Gooien, schieten. Oké, nou dat klinkt niet al te moeilijk. Ik ga gewoon op start drukken. Nou, moet je die 2 knopjes niet door elkaar halen. Wat is het verschil tussen gooien en schieten? Wat? Ik ben me opeens... Nee, voor mij was eentje dan was springen. Ja, precies. Je moet springen en dan moet je... Ja, precies. Oké, komt-ie. Jee, ik heb er één! Ja, leuk!
Ik heb geen idee of een van deze dingen nog meer waard is. Dus je moet gewoon heel snel achter elkaar. Ik denk dat is mijn strategie in ieder geval. Gewoon heel snel achter elkaar gooien. Ik heb er al 5. Noem mij koning. Donkey koning. Haha. Ik ben een aap. De rest niet. Jullie zijn allemaal losers. Ik ben een aap. Oh nee, oh, die dingen gaan vol zitten. Joh. Dat wist ik veel. En nou werkt gooien opeens minder, hè, donkey. Donkey Konga. Oh, die andere gasten hebben allemaal. Ik vind het leuk dat Wario meer heeft dan de goede bots. De goede bots zijn helemaal niet zo goed, joh. Dat is gewoon een trucje van de overheid. Wie krijgt dat geld? Ik krijg dat geld. Komt omdat ik een aap ben. Aap hebben altijd voordeel en dat soort dingen. In principe, als iedereen gewoon zeg maar niks doet en ik op een gegeven moment gewoon heel veel geld heb, dan win ik automatisch de game, volgens mij. In latere Mario Party games zijn er nog trofeeën toegevoegd van meeste geld, meeste minigames gewonnen, krijg je extra sterren voor. Volgens mij is dat niet zo in deze game. Eigenlijk is deze game gewoon veel minder extreem, maar is ook hartstikke oneerlijk. Vooral dat moet ik zeggen. Oeh, kijk, oneerlijk. Oh, gezellig hier. Oh, ik ga die Mega Mushroom gebruiken. Zij gaat echt, mijn vuist voelen op plaatsen waar die nog niet eerder geweest. Oh, ik krijg ook een Mega Mushroom. Gaan we zo doen. Oh, dat vind ik niet leuk, want dan gebruik ik die Mega Mushroom op haar en dan gebruikt zij hem weer op mij. Dat klinkt heel oneerlijk namelijk. Of ben ik de enige die dat vindt? Nou, even kijken wat Peach allemaal gaat doen. Natuurlijk gaat ze weer drugs kopen. Peach, daar is dat geld niet voor. Die mini, deze game geeft je geld om dingen mee te doen. Oh, waarom kopen ze allemaal warpipes? Je hebt niet eens geld meer voor de fucking Peach. Oh, deze bots. Oh, wat jammer nou. Oh, een rood vakje. Heb je helemaal geen geld meer? Oh, wat jammer nou. Hij gooit 6. Oh, dan komt hij ook op het rode vakje, of niet? Nee, koop maar een warpipe. Waar je ook hebt gehoord, als je een warpipe koopt, dan ben je echt cool. Moet je echt even doen. Super Mega Mushroom. Oh, voor mij krijg je dan 3 dobbelstenen. Misschien krijg je van de Mega Mushroom de 2, hoor. Dat durf ik geen uitspraak over te doen. Ik ga hem gewoon gebruiken en dan zullen we zien wat voor rage dan allemaal niet zal zijn. Hup, 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 hup. Oh, wat jammer nou. Bijna een rood vakje. Ik had het je zo gegund, hè. Niet normaal. Item. Users become mega, but remember you will bypass all board events. Waarom zou... Ik doe het wel. Geen idee waarom ik mega zou willen worden, maar dat gaan we nu zien. Ik denk dat ik er overheen ga walsen. Dat gaan we nu zien. Moet ik even iets meer dan 1 gooien? Nou, wat gaan we gooien? 1 natuurlijk. Dat is de wet van AIDS. 2. Nou, dat is... Oh, ik mag meer, toch wel meerdere keren gooien. Oké. Okay. Dat is 11. Jammer nou. Oh! Jammer! Voor jou! Mevrouw. En natuurlijk mag ik die kant op. Ja, altijd al een rondje willen gaan. Ik plet wel dat ding. Dat vind ik dan wel weer... maakt een hoop goed dit, hoor. En kijk hem draaien. Ja, ik blijf gewoon hier oneindig hier rondjes lopen. Ik denk dat lijkt me wel een tof idee. Het was cool als ik 2 keer de complete... Maar nee. Weet je, je moet ook grenzen vinden in hoe awesome je kan zijn, Rick. Nou, het is een 2 versus 2. En natuurlijk word ik geteamd met de noob bot. Oh, dan moeten we een samenwerkingsgame gaan doen met bots. Dat is ongeveer hetzelfde als samenwerken met een boom. Dat je gaat touwtjes springen, maar dat je dan geen vrienden hebt. En dan bind je touwtjes aan de boom. En dan heb je 1 vriend. Catch the cheap cheeps in your net. Red cheap cheeps are worth 1 point and yellow ones. Oké. Okay. En je moet ze ook nog ergens... je moet ze kansen vangen met A en dan moet je het netje legen met B. Maar waarom moet je het netje legen dan? Er moet een logica in zitten, gok ik. Je moet het netje ergens legen. Ik zal even kijken. Misschien wordt het uitgelegd in het filmpje. Oh nee, kijk, we hebben een team. Kijk, ik ben team blauw. Jammer genoeg. Heel onfortuinlijk genoeg ben ik team blauw. Oh, dan gaat dit langzaam, zeg. Dat is helemaal niet fijn, dit. Oh ja, er zitten allemaal vissen bij jullie. Oh, wat fijn dat jullie al die vissen hebben. Tjo. Ik moet het... Oh, dit is verschrikkelijk. Wat de... Wat is dit? Ja hoor, ik heb er 1. Pas maar op, jullie... 9? Ik heb ook mijn grenzen, jongens. Wat is dit? Ik wacht al echt als een dikke aap. Oh, wacht. Je kan er meerdere tegelijk vangen? Dit soort dingen worden niet uitgelegd. Oh, kijk, je mag ook gewoon stilstaan. Oh, man, wat een kut minigame, zeg. Hey Wario, waarom ben je zo slecht? Heb ik je op easy gezet of zo? Oh, wacht. We zijn echt filaal ingemaakt. Ik vind het leuk, weet je. Oh, we teamen de prinsesjes. Wat enig. Ik heb toch al verloren. Waarom zou ik het nog proberen? Wah, tra. You gonna die. Oh, nee, kut minigame. Oh, je ziet trouwens niet hoeveel visjes ik heb gevangen. Dat is geheime informatie. Het zijn er 20. Spoiler. Sowieso 20. Ik heb gewonnen. Ah, hoe kan dit nou weer? Oh, wat. Ik had eigenlijk 6. Lol, geheime data. Het is trouwens best een sap. Het is een beetje zuurig, maar het is ook wel gezond. Het smaakt naar zuur gezond. Oh, wat jammer nou, Wario, dat je een sukkel bent. Kan gewoon niks te doen. Heb je allemaal aan jezelf te danken.
De vraag is, zal dit potje Mario Party überhaupt een winnaar kennen? Niet als ik alleen maar dezelfde kant op ga in ieder geval. Oh, dan gaat natuurlijk de super... Ja, natuurlijk gebruikt ze de Mega Mushroom. Waarom? Moet ik weer dat rondje lopen? Het ging al vanaf de eerste beurt fout. Het is daarna eigenlijk niet meer beter geworden. Als je het echt kort samen moet vatten, niet meer beter geworden daarna. Oh, wat leuk, een 10. Leuk, lekker ver weg. Oh, 20! Ik krijg nog heel veel geld waarschijnlijk. Ja, jij wel, joh, meid. Hey, neem al het geld maar mee. Eet mijn kinderen maar op. Smaken naar geitenkaas. Ben het zo sap in deze game? Niet meer leuk. Echt niet meer leuk. Oh, ga maar naar rechts of zo. Nee, niet naar links. Daar is het niet voor. Daar betaal ik je niet voor. Oh, jammer, je mag niet naar de winkel toe. Oh, bof! Jammer dan. Bof! Jammer dan. Laat maar dat Bowser-vakje. Oh, wat jammer nou. Oh, er komt er een achtbaan aan. Nee, dat zal vast wel niet. Oh, wacht! Hey, is dat de achtbaan? Of heb ik het nou helemaal mis? Oh, wat jammer nou. Echt, deze hele map is gewoon onmogelijk te halen. Binnen 10 beurt heeft niemand wat. Echt met een... Oh, dat viel best mee. Schoof gratis een paar vakjes op. Wow, Peach. Niet te hard, hè. Je gaat al een beetje snel richting de sterren. We hebben een beetje rekening met andere mensen. Mooi. Fijn om te horen. Oh, hij gebruikt een Mega Mushroom. Nou weet je ook dat poep serieus gaat worden. Mario. Ik heb echt het gevoel dat Wario gaat winnen. Als ik hem op medium had gezet, had hij me echt in mijn poeper genomen. Nou, Wario, gooi eens wat leuks voor me, man. 4, 5, toppie. 7, ja, oh, nou, oh, oeh. Combinatiecijfer, 14, pof. Ik hou niet van dikke vrouwen, pof. Oh, oepsie, ik gleed even uit. En dat ziet eruit als een plek waar je heel groot voor moet zijn. Dat is een grapje. Daar is de ster, heeft Wario genoeg geld? Nee, dat heeft hij niet. Lol, ik ben een sukkel, Wario. Echt een sukkel. En een definitie van sukkel, deze jongen. Hij kon dus... Oh, hij ging er langs omdat hij zo'n Mega Mushroom had. Lol. Waardoor hij uit de ster niet kunnen kopen. Oké, okay, nou, ik ga hem sowieso niet kunnen halen. Dus ik kan net zo goed meteen bij het begin blijven. Want ik weet toch al dat we daarheen moeten zo meteen. En ik blijf ook een beetje bij het begin, dus. En ik ben... Na 4 beurten... Op de beginplek. En normaal gesproken bij games kun je zeggen... Rick, je bent slecht. Alleen in dit geval, het is puur gokken. Je kan mij nergens de schuld van geven. Oké, wat doen we? Mario Speedwagons. Waarschijnlijk is dat zo'n racegamepje dat je moet skiën of ergens tussendoor, dat je moet slalommen. Daar ben ik vaak wel goed in. Vooral omdat de bots gewoon kut zijn. Oh nee, Oké, dus ik moet er eigenlijk ingedrukt houden. En wanneer mijn meter gaat knipperen, moet ik op A drukken. Dat is ongeveer de truc. Ik ben hartstikke benieuwd. Dat gaat sowieso kut worden. Dit was een minigame die ik als kind nooit begreep namelijk. En met een nadruk op nooit. Er gaat een meter... Ik ga niet de moeite doen om de game te proberen, hoor. Wat is dit? Welke... Ja, toppie. Dat blonk wat. Dat blonk was. Fucking deze game. Dit is de XXL Rageplay... Waar ik echt boos word. En verdrietig ook vooral. En deze, als je me inhaalt, ik poep op je. Serieus. Geen grapjes of zo. Van, ah, poep. Nee, ja, ik poep wel echt letterlijk op je. Ik weet waar je woont. Ik weet waar je huis woont. En poep zal een gevolg zijn van wat je aan me aandoet. Koop dan maar gewoon die ster en dan zijn we er vanaf. Ja, koop een lot in de loterij. Koop maar. Boeit me niet. Oké. Wat raar. Het is wel leuk, het is een loterij en dan kun je allemaal zooi winnen. 100 muntjes kun je winnen, natuurlijk winnen ze die weer. Tuurlijk, het is een normal level bot. Oh, het zit erin. Oh, wat enig. Try again. Oh, wat jammer nou. En krassen maar met dat muntje. En oh, je hebt niks gewonnen omdat je echt een heel erg kut persoon bent. Je persoonlijkheid is gewoon al kut. Mijn benen staan altijd voor je open. Moet je wel een mooi bosje bloemen voor me kopen? Nou, die gaat de ster kopen. Oh nee, ze gaat de verkeerde kant op. Oh, Daisy toch. En Peach, heeft die genoeg geld? Nee, die heeft 0 coins. Dus momenteel, er is nog steeds kans omdat iedereen gewoon heel kut bezig is. En wat vindt ze daar? Oh, een ster. Huh? Oké, een Mega Mash. Oké, top. Ik vind het grappig dat iedereen heeft het gewoon zo kut. Maar vooral ik. Je kan het zo zeggen, ik ben nog steeds gigantisch ver bij de ster verwijderd in ieder geval. Ja, joh, koop lekker een lot in de loterij. Je hebt niet eens... Je hebt 0 muntjes. Heel jammer dat mijn cam op Peach staat. Want met Peach gaat van iedereen het aller slechts. Dat is het leukste om uit te lachen momenteel. Behalve mij. Qua locatie. Geografisch gezien ben ik niet de beste in dit spel.
Nou ja, koop eens wat, joh. Koop gewoon direct de sterren, maar jou het uit. Make any other player wat? Ik ben nog niet helemaal niet langs de storm geweest. Ik wil gewoon een item kopen. Ik wil gewoon weg uit het begin vierkant. Waarom heb ik dit level überhaupt gekozen? Nou, wandelen, bitch. Oh, dan moet je naar iemand toegegooid. Kom maar naar mij toe. Hartstikke leuk daar. Oh, natuurlijk, joh. Wat interessant. Hop, wat boom. Oh, dat is ook echt daarheen. Dat maakt echt een hele flikker uit. Behalve dat je iets langer onderweg bent. Nou, oké. En nou is onze sterspeler aan de beurt. Wauw! En natuurlijk staat het yes, links weer de verkeerde kant op. Ik denk dat ik gewoon maar stop. Ik ga mijn leven. Ik denk dat we gewoon als we echt een hele vrije interpretatie hebben van deze game. Dan zou ik wel zeggen dat ik mijn leven haat. Oh. En natuurlijk word ik weer... Waarom? Waarom word ik geteamd met de Wario van Easy? Ik kan hier ook gewoon niks mee. Ik kan hier letterlijk niks mee. Dit is zo'n minigame, moet je tegelijkertijd springen volgens mij. En dat kan niet, want normaal gesproken ben je met een vriendje of een vriendinnetje die je dan hebt. Ja, in principe is het voor mij, kan je dit in je eentje ook best wel redden. Wat je gewoon moet doen is AA de hele tijd. En ik weet niet of het nog de zin heeft om het tegelijkertijd te doen. Het is in ieder geval niet een hele moeilijke. Het lijkt een beetje op een ijsblok, is het niet. Laat je niet verleiden. Komt ie. Kijk, we gaan nu al harder. Fuck jullie bitches! Lekker Wario, wij zijn dik. Dit zijn anorexia patiëntjes, daar hebben we natuurlijk niks aan. Want wij ownen ze kapot met onze mannelijke anussen met heel veel haar erop. Ik denk dat Donkey Kong iets meer haar op zijn anus heeft, weet je wel. Omdat hij allemaal bruin is en zo van al het haar. Ja, nou ben je ingemaakt door Rick Broers van Serpent Gameplay, grootste loser van de planeet en een bot. Hoe voelt dat nou? How does it feel? How does it feel? Nou ja, zometeen heb ik echt heel veel geld. En dan zwem ik echt in een pool van geld. En dan kan ik er niks mee. Oeh, there's only 5 turns left. Oké, wat? Grab your... Oh ja, ik heb helemaal geen kaartje kunnen krijgen. Oké, wat gaat er gebeuren? Oké, het komt eigenlijk om neer dat ze toch niks wint. Nou, je hebt niks gewonnen. Wat jammer nou. Niemand wint wat. Jammer. Wat ik veel leuker vind... Ja, ik zou momenteel eerste. Oh, ik ga zo uit verliezen in binnen 5 beurten. Dit wordt heel interessant. We have to see. Oh my god, dude. The last 5 turns roulette. Oké, dat zit ook al in deze game. Dat ik namelijk kon herinneren van deel 5. Dan heb je bijvoorbeeld een ding dat ieder vakje random wordt. Dat vind ik persoonlijk de tofste. Wat gebeurt ster? Dan krijgt zij een ster volgens mij. Het was... Wat? De sterren zijn gratis? Wat? I need to get in on them stars! Oh, ik gebruik mijn warpipe hoor. Eventjes. Wie zou ze niet gebruiken? Is dat willekeurig? Oh, dat is willekeurig. Oké, kom maar bij mij toe. Oh nee, want dan gaat dat poortje weer verkeerd gezet. Oh, ze zet ik echt geluk hiermee. Want ze moet ik echt die kant op. Dan kan ze die ster kopen. Fucking verwende hoer. Oh, ze wisselen ook echt van plek. Dat is wel leuk. Dan heb je er ook echt in de bibs genomen. Nou, hier gaat Daisy de eerste ster pakken. Is het eerlijk? Nee. Is het kut? Ja, ik ben echt gefrustreerd. Ik verlies nooit. Van bots met Mario Party. Mario Party, de game waarin skill nul invloed heeft als je maar gewoon dit mens bent. Fuck jou. Kijk, ik word er verdrietig van. Oké, waar is de volgende ster? Oh, daar ben ik dus even net niet. Daar gaat echt niemand komen binnen de komende beurt. Of Daisy. Kan gewoon. Nou, dan ga ik maar voor de rechtvaardige tweede plek. Ze komen natuurlijk weer zo'n warp pipe. Dat is heel slim in hoor. Die Chomp Call kan misschien nog wel iets goed zijn. Je hebt in Mario Party 7 keer met Chomp Call kun je van mensen sterren stelen. Dus ik heb echt een heel level daarop gebaseerd. Dan moet je eigenlijk alleen maar sterren stelen van elkaar. Sterren kopen heeft bijna totaal geen invloed op wat je doet. Ik krijg weer een mushroom in een doos. Zit er niet een mushroom in die iets heet als doodstraf? Die verdien je. Een mini-mushroom, dit is vet schoon, daarvan kun je die poortjes heen. Oh ja, ik heb ook een mushroom. Hé, ik ben Rick, ik ben een hele level niet langs een winkeltje gekomen. Fuck! Ik heb het gevoel dat ik laatst echt van een YouTuber die het grapjes maakt, van een YouTuber die boos is en zijn middelvinger optrekt naar het scherm. En dat doe ik niet om bepaalde redenen, van oeh, kijk mij, ik ben een rebelse jongen, oeh, score die views, ik ben een rebel, steek mijn middelvinger op. Nee! Komt omdat deze game fucking kut is! Daarom! Nee, ik heb ook gewoon games waar ik normaal kan doen, maar deze game niet! Ik had vroeger wel eens van die vriendjes die hun controles kapot sloegen. En dat begreep ik niet, maar ik kan het nu gewoon begrijpen.
word verdrietig hiervan. Ik hoopte zo dat je op het Bowserfakje kwam. Ik kan me herinneren dat je mijn Bowserfakje gaat stellen. Want dan gaat echt poep naar beneden. Als je mijn Bowserfakje komt, dan kun je het helemaal schudden. Nou, ga maar even iets goeds, oké? Okay? Oh ja. Ik ben nog steeds bij het begin. Dit was beurt 6. Dank u wel. Oké, ik zit eindelijk een keer bij iemand die niet complete sukkel is. Oké, top. Oh nee, niet Dungeon Duo's. Voor mij zit hij dan met een touw aan elkaar vast. Dat werkt toch niet? Wie heeft dit verzonnen? Misschien dat ik bij games. Oh ja, dit is verschrikkelijk. In deze dank dungeon. Rotate the platform. Fill balloon with air, oké. Okay. Dus. What the fuck? Oké, er zijn best wel veel controls dus. Bewegen, springen, een hendel overhalen, roteren, ballon vullen. Oké, ik ben wel altijd van het spelen hoor. Ik kan ook iedere minigame gaan practicen. Even oefenen hoe die werkt, maar heb ik geen zin in. Dat is iemand die eerst even een lever overhalen voor deze bitch. Nou, dat snap ik wel. Het kan mijn IQ nog net aan. En druk op B, Rick. Oh, moet ik het daar meerdere keren op drukken? Oh, dat wist ik veel. Sneller, Rick, persen. Oké, rennen hoer. Rennen voor je zakgeld. Ren voor papa. Dan kan ik er overheen springen, dat zou heel fijn zijn. Oké, tot nu toe hoef ik alleen maar dingen voor elkaar open te doen. Dit gaat nog goed. Ik heb een hele kleine voorsprong, zoals je kan zien. Of ik die nog lang hou, is natuurlijk afhankelijk van Erik dat het doet. Van deze, ik druk zo hard als ik kan. Ik druk als iemand met diarree. Alleen bij diarree hoef je juist niet te drukken. Dat is juist waarom ik geniet van diarree. Het gebrek aan moeten drukken. Oké, als jij nou dat ding even bedient? Ja joh. Doe eens gek. Ja, doe even gek. Ik zei dat doe eens gek, maar ik bedoel het niet letterlijk. Waar ben ik überhaupt? Oh, dat duurt lekker lang. Dankjewel voor de service. Wat de? Ik drukte op springen. Fuck. Oh, natuurlijk. Natuurlijk ben je aan de overkant, joh. Ja, ik kan gewoon. Oké. Hoe doen ze dit? Oh. Ik ga nog een keer ziektes van deze game. Oh, wat, die heb ik al. Ik denk dat ik een akoestische, weet je, als in het gitaar, poepstoornis heb. Door deze acute ook. Ik sprong! Ik ga wel gewoon doen alsof ik niet boos ben op de game. Ik wil niet de sfeer verpesten. Ik doe wel gewoon alsof. Ja, dat is hartstikke leuk. Ik vermaak me echt fantastisch. Het voelt ook echt als een feest, weet je. Dat is ook waar je de game voor koopt. De game en niet voor niets Mario Party. Dat komt natuurlijk omdat het zo'n hele goede, succesvolle party is. Die je zeker je vrienden wil voorschotelen. Oh, tjo. Deze gasten gaan hard. Kom hier. Oké, is het dezelfde buis? Ik moet van iedere buis eenmalig inspringen, volgens mij. Oké, is dit hem? Nee. Oké, daar heb je nog twee buizen over, mens. Ja, oké, dat is hem. Spring erin! Je hebt gezien welke het is. We moeten nog een ballon oppompen. Nou, heel snel. Als je nog... Oh, dat is grappig. Het ziet er wel grappig uit. Je kan zeggen over dit wat je wil, maar het ziet er heel grappig uit. Nou... Ik probeer een beetje nog met logica. Oh, hey, we zijn er achterlopen. Nou, ik heb zelf mijn ding weggegooid. Ik doe mijn onderbroek wel op mijn hoofd. Rick is mijn stemming momenteel. Fuck deze game. Fuck deze game. Ik ga al volgende week Mario Party 7. Laat ik zien hoe die shit werkt. Alleen ik heb Mario Party 7 al een jaar uitgeleend aan een oud klasgenootje. Misschien al langer. Dat is geen probleem. Alleen, ik heb namelijk laatst ook nog een hele beschadigde Mario Party 7 in een envelop van een kijker gehad. En er zit zo'n microfoon bij. En dan moet je zo, stop! Of go! Zo in de microfoon zeggen. Dat is dan leuk. Dus die kan ik ook niet spelen. En Mario Party 8, ik weet niet eens zeker of ik Mario Party 8 mag hebben. Dat is voor de Wii. Dus ja, eigenlijk hou je heel weinig. Oh, wat echt gezellig. Leuk. Dus ja, ik kan met woede problemen. Ik weet dat jullie hoeven niet te zeggen. Oh, ben je boos? Ik ben niet boos. Ik ben gewoon teleurgesteld. Zoals mijn ouders het altijd zeggen. Fucking, ik ben zeer teleurgesteld. Ik ben nooit zo teleurgesteld geweest in mijn leven. Behalve die ene keer. Wanneer ben ik echt heel teleurgesteld geweest in mijn leven? Even nadenken hoor. Oeh, kijk ons, we wisselen met elkaar van plek. Oeh, dat is een zuur sapje. Oeh. Ik ben wel in bepaalde games teleurgesteld geweest, denk ik. Het was echt een game waar ik teleurgesteld in was. Ik was heel teleurgesteld met de release, de uitstelling. Oh, Battle Game, dat is leuk. Daar gaat vaak aan muntjes, maar het kan ook om sterren gaan, als ik me niet vergis. Heel soms.
Nee, sterren zitten niet tussen. 50, doe please 50. 30 muntjes, oftewel als ik dit win, heeft niemand meer geld. En dan krijg ik een pot van... Voor mij is het ook een tweede prijs, maar... Oké, deze battle wil ik misschien wel even oefenen. Oh, jij mag kiezen, wat enig. Oké, nou, uitleg van de game in ieder geval. Deze ga ik even oefenen hoor, dit moeten we winnen. Face the colored lines on the ground, whoever stays close to the original line wins. Oké, ik probeer te bewegen. Het klinkt als iets wat ik kan. Je moet zeg maar de originele lijn natrekken. Ik kan al niet tekenen. Ik kan niet eens normaal iets overtrekken. Oh god, dat ziet er moeilijk uit. Oké, ik ben benieuwd. Ik heb geen idee hoe ze dit ook meten. Kijken ze gewoon naar het percentage op de lijn zit en alles wat ernaast zit. Is niet goed? Of meten ze dat anders? Maar dat ook... Ze kunnen moeilijk naar de... Oh god, dat zag er een beetje slordig uit. That was sloppy. Je hebt voor mij wel best wel de tijd. Oh, dit gaat er best goed. Ik wil iets meer de tijd nemen voor bepaalde lijntjes. Ik denk dat ik het... Oh, wel die andere mensen hebben het ook goed gedaan, hoor. Chapeau jullie allemaal. Nu zie je de lijn. Ze zien er allemaal best wel goed uit. Oh man, ik had het minst. Het minst. Omdat je moet echt heel goed op de lijn. Oké, tof. Oké. Laten we kijken of we wat kunnen bakken. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk ben ik dus zo meteen al mijn muntjes kwijt. Toppie. Dit is zo'n moment dat ik denk, ja. Misschien kan ik maar gewoon de ding uitzetten hoor. En dan, oh Rick, hoe was het gegaan? Wat gegaan? Ik heb geen idee waar je het over hebt eigenlijk. Oh god, ik heb mis nu al heel grote delen van de lijn. Zo meteen ben ik waarschijnlijk meegenomen omdat ik tegen achterloop op de rest. We gaan maar heel een beetje vooruit lopen. Het gaat wel beter dan de vorige keer, denk ik. Ik loop wel heel erg achter. Oké, dit wordt helemaal niks, of wel? Please, 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 please. Goden van de Saturnus en de... En de Yahweh en de Mohammed en de alles. Please, laat me winnen. Ik heb dit nodig. Nee! Mohammed is trouwens geen god. Bedenk hier me opeens. Nou, ik krijg nog wat muntjes uit mijn poepballon. Zijn ik eigenlijk mijn originele bedrag terug of zo? Nee, ik ben geld verloren hierdoor. Fuck deze game. Fuck hem. Ik dacht... Leuk! Mario Party 4! Kijk hoe gelukkig die mensen op de doos zijn! Leuk! Ik heb het naar mijn zin! Oh, ik heb wel een beetje een vuile hoer, maar wel naar mijn zin! Oh, ik ook! Oh, leuk! Oh, ik ben een beetje op de kop, maar ik zal eens even omdraaien. Zie je, zelfs deze mensen, die altijd heel boos zijn, zijn blij. Dit is valse reclame. En ik ben een keer paars, oranje. Ik ben een wortel. Blup, blup. Wortelgeluiden. Hier, moet je zien. Pauw! En ik ben weer normaal. Hoe doet hij dit? Editen. Ik heb... Oh, ik ben paars! Hop! Ik ben niet meer paars. Nee, ik ken het eigenlijk niet. Het is gewoon een rare glitch van mijn webcam. Oh, wil je misschien naar mij toe? Oh, ook goed. Ga maar naar die Pissy Peach, weet je. Weet je, laten we gewoon onderscheid maken. Kan gewoon. En dat heel speciaal is, als ik een beetje geluk heb, met een nadruk op kilo's geluk, ga ik nu eindelijk weg uit het beginstuk. 5, kijk, hier komt ie. Dit gaan jullie haast niet geloven, ik geloof het zelf namelijk ook niet. Maar, oh, kom maar nog op een vraagtekenvakje. Oh, nou gaat poep naar beneden. Dit vraagtekenvakje, dames en heren, daar ga ik er even een flink vraagteken bij zetten. Wat? Oh man. Ik vind het echt niet leuk meer. Ik had zoveel. Ik stopte deze game erin. Dat die wordt een leuke XO gameplay. Ik ga jullie leren hoe de minigames werken. En iedereen wordt gelukkig. En oh my god. Oké. Press LR alternately to. Oké. In heel lots of air by pressing LR alternately. Oftewel na elkaar. Until time is up. Oké, dus ik moet eigenlijk LR. Oké, dat kan ik. Dat zijn van die snelle drukdingetjes, daar ben ik vaak wel goed in. Oké, er is nooit echt een record op gezet, want ik kan nooit zo'n ronde tijd hebben. Dus doe ik ademhaal. This is how I roll. Ademhalen, out of control. Oké, please. Dus op basis van hoe snel je gedrukt hebt, komen ze dus omhoog blubberen. Ja, oké. Yay, ik heb een keer wat goed gedaan in mijn leven. En ik word ook een record uit wordt gezet, dat zien jullie weer niet. De record uit was 6 seconden. En ik heb nu 8 minuten 80. Nieuw record. Hoppakee, zo goed ben ik ook alweer hoor. Gelukkig zijn bolts dus best slecht in snel op toetsen drukken. Omdat ze niet echt bestaan. Mijn gok.
blij muziekje. Weet je, je ziet wel, zodra ik een keer een minigame win, ben ik opeens ook alweer heel gelukkig en blij en zacht van binnen. Uiteindelijk is iedereen wel zacht van binnen als je echt even goed kijkt. En dan 3 beurten! En dan zal deze game mij een flinke beurt geven. Ik weet het, ik kijk je kinderen. Neem mijn slechte taalgebruik niet over of speel gewoon geen Mario Party. De effecten zijn ongeveer hetzelfde. Kapauw, ik gewoon 9! Kapauw, ik wil 4 erbij! Ze staan met 13! Zo klink je nu, Daisy. Ja, pomp dat bakje mij kapot met je dikke lichaam. Weet je, maak het maar kapot. Alles kan kapot en Daisy bewijst dat. Ik ben Daisy, ik heb 0 coins, maar ik heb wel 2 sterren. Maar de sterren kosten toch allemaal geld, dus maar uit. Oh, gaan we plaats wisselen? Oh, doe maar met mij. Doe maar. Look if see if I care, Daisy. Kom maar op, kom maar. Hop. Even kijken waar die sterren allemaal bevinden, shit. Oh, je komt alleen naar mij toe. Voor de rest voeg je niks nuttigs toe. Oké, tof. Leuk om te zien. Hoi, ik ben Peach. Ik ga lekker groot worden, terwijl ik duidelijk klein moet zijn om naar de goede plek toe te gaan, weet je. Alsof ik weet hoe deze game werkt. Ik ben maar een medium level bot, weet je wel. Oh, wat jammer nou. Komt de achtbaan. Oh, die gaat Wario wel flink helpen, die achtbaan. Oh nee, ik kom hier van deze kant. Lol, sukkels. Of moet hij eigenlijk die kant op? Ik heb geen idee. Waarschijnlijk gaan ze nu de goede kant op. God damn it. Hey, hier is een ster. Of lopen ze er langs? Please, loop er langs. Nee, daar is een ster, of niet? Wario? Ik zou niet... Oh, als hij nu iets doet... Als hij nu langs een ster gaat, loopt hij in ieder geval daadwerkelijk langs. Dat is wel fijn. Dat is niet zo heel tactisch ook. Maar het is wel grappig. Kom maar. Oh, 1, 2. Wat fijn. En een 10. Oh, 12. Wow. Oh, dan kom je daar weer uit. Wario, ik heb heel goed nieuws. Je gaat hier de rest van het potje waarschijnlijk niet meer wegkomen. Maar wacht even, ik heb die wijzer gedraaid voor hem of niet? Ja, ik heb die wijzer gedraaid. Ik ben veel te lief. Ik zit beurten vast. Hij niet hoor. View map. Oké, waar is die ster? Zal hier wel ergens zijn of zo? Oh, daar zo. Dus hoe moet je daar gekomen? Je moet eigenlijk wel door dat dingetje heen, of je moet daar vandaan komen. Waar eigenlijk niemand is momenteel. Eigenlijk is het onmogelijk om daar te komen, of je moet een item hebben. Oké, tof. Tof om te zien. 2. Ja, met 2 kom je sowieso niet echt ver. Ik ga wel die kant op. Oh, dan ga ik de goede kant op, joh. Daar is het. Het is serieus daar. Ik kies een kleine doosje open. Ik zit er nog wat in. Oeh, een mini-mash. Oké, tof. Tof. Dit kan serieus nog wat worden. Oké, 2 versus 2. Ik met Daisy. Toppie. Oké, dan. Oké. Team Treasure Track. Is dat niet hetzelfde als ongeveer wat we net deden? Volgens mij wel. Dat hebben we geleerd. Niet in dingen vallen, Rick. Is niet goed. Oké, dit ziet er anders uit. Find the vraagteken blocks that match your team's color. Once you and your partner have found each block, you must meet each other in the maze. Top. Ik ga even practicen, weet je. Oké, we moeten dus vraagtekenblokken vinden en elkaar ontmoeten. Nou, dat is hartstikke... Oké, je ziet wel een kaart. Dat is wel fijn. Welk team hoor ik eigenlijk? Goeie vraag. Oh, man. Ik wil wel bewegen eigenlijk. We moeten eigenlijk een beetje de kaarten kun je erbij pakken. Welk team ben ik eigenlijk? Rood, denk ik. Ik weet niet welke kleur ik ben. Oh, wat is dat wel? Is dat in beeld? Ik ben rood. Ik ga wel gewoon deze kant op. Ik denk dat ik er zo wel kom. Ja. Hé, hey, kijk, dit ziet er wel goed uit. Waar moet het heen? Oh, ik moet die andere bitch zoeken natuurlijk. Vind even je rode cube, Daisy. Ik heb die mijne ook al. Ja, oké, waar ben je? Deze kant op, denk ik. Daisy. 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 Klinkt als die ene game. Die ene game. Oh, hier moet ze zijn. Kusje. Oké, cool. Ik ga de game niet uitkijken. Ik druk het daar meteen nog verder. Nou, wat je net zag... dat is dus wat er zo meteen niet gaat gebeuren waarschijnlijk. Ik vind het wel een leuke minigame. Is wel leuk verzonnen. Dit is vooral een minigame die echt leuk is als je met 4 vrienden speelt. Als je die hebt. Eigenlijk 3 vrienden. Anders moet er eentje toekijken. Dus ja, het is saai. Ik vind het, ja, het is een moeilijke minigame. Maar het heeft wel wat daardoor juist. Ja. Ik vind het een leuke minigame. Ik ga proberen gewoon ongeveer dezelfde route aan te houden, denk ik. Geen idee wat de goede route was, hoor. Ik zie er wel in ieder geval een blauwe kubus. Dat gaat goed. Hey Daisy, wat doe jij allemaal zo, joh? Nou ja, de rode kubus zal wel iets meer hierheen liggen. Kijk, er ligt daar al wat. Ik ga de goede kant op hoor. Hier, kijk. Ik heb er gewoon wat. Daisy. Ik ga wel proberen naar die andere rode kubus toe te gaan. Dat als zij daar is, dat we dan ook meteen elkaar gevonden hebben. Dat is vet handig. Ik denk dat ik bij mijn eigen beginpunt naar rechts moet om daarheen te gaan. Dat is mijn gok van de dag. Hé, hey, Daisy, wat doe jij daar nou weer? Oké, en dan hier naar beneden misschien. En dan nog meer naar rechts. Als we uiteindelijk een keer naar rechts gaan, dan gaat het wel goed. Ja, kijk. En dan hierheen. Hierheen. Waarschijnlijk ben ik eerder dan Daisy zelf. Een beetje jammer. Oké, daar is ze.
Ja, hier is wat Daisy, moet je even pakken. En dan hey, knuffel van me. Meer dan een knuffel, weet je, ik hou het toch het liefst platonisch. Hier, pak dat ding, geef me een knuffel. Hier, knuffel, pas. Zo gelukkig ben ik nu, pak gewoon mijn Pokémon pet weer op. En muntjes zullen rijkelijk vloeien. Daisy en Donkey Kong won. Ik wil je maar geen geld geven eigenlijk, Daisy, maar ja, ik kan er niet zoveel aan doen dat we in een team zitten. Ai. Ik liet een boer. Ik liet een boertje. Een lekker boertje. Lekker boertje. Boertje, lekker! En ja, oh nee. Oh, Daisy, waarom verpest je mijn leven? Waarom? Als die sterren nou gewoon niet gratis waren, had ze die tweede ster niet eens, dan had ik hem nu. En dan was ik gelijk met Daisy ook meer geld aan kunnen winnen. Oh. Zeg maar, The Hunger Games is dit? Alleen dan, may the odds be ever against your favor. Of may the odds be never in your favor. Ongeveer dat. Ja, daar kan je het echt heel goed mee samenvatten, mijn leven tot nu toe. Als in dat het kut is. Oh, ja, man, dat ook leuk. Gewoon in een keer gewoon. Oh, cool. Daar is hij. Dat ene rondje waar ik de hele halve video zit. Daar? Vind jij wel een leuke plek om een ster in te gooien? Gooi hem dan af. Ik sterf uit. Als een dino. Een verloren dino. Sterf ik uit. Uitsterven. Pof. Agressiebeuk. 9. Alsof het nog uitmaakt. Ik ga op dat Bowser-vakje staan. Entertainment, dames en heren. Het is niet alsof ik toch nog kan winnen. Hier, Bowser. Doe even een match waar iedereen een ster moet inleveren. En dan wordt het misschien nog wat. Voor mij bestaan die wel. Tenminste, in een Mario Kart game. Oh nee, hij gaat gewoon sterren pakken. Deze vent is het enige wat hij doet. Oh, gewoon 30 muntjes van me afpakken. Oké, okay, tof. Bedankt dat ik er nog iets voor terugkrijg. Is fantastisch. Haha, later. Cool, doei. Tof dat je gesproken te hebben, man. Top idee. Nou, mag ik lekker een keer teamen, Peach? Ik ben wel een beetje met iedereen een keer geteamd. Dat is fijn om te weten, natuurlijk. Cheep, cheep, sweep. Is dat weer dat ik visje moet vangen? Want dat kan ik niet. Dan weet je zelf net zo goed dat ik dat niet kan. Oh man, niet nog een keer, hè. Oh man, 10 minigames. En dan dezelfde. Oh man. Oh, wel een cup minigame is het, zeg. De definitie van een cup minigame zit hem in de definitie van de minigame. Cheep, cheep, sweep. Oké, okay, top. Kijk, B was je netje in het water doen, toch? Oh nee, A. Hoe vang ik zoiets? Kan ik gewoon stil blijven staan? Jongens, ga er eens in. Dan heb ik er één. Ik heb er één. Woe, ik heb er twee! Wow, go Team Rood! Team Rood gaat ervoor. Flikkert ze in een bak. Gaan met het net. Oh, ik moet even, als ik deze gele heb, kan ik misschien er wat van maken. Oké, dit gaat te langzaam. Nee, Wario! Ik zou maar heel erg van die gele afblijven als ik jou was. Oké, die gele gaan ook veel te snel. Oké, wel nog even flink de tijd. Ik ga hier wel gewoon staan met mijn netje en hopelijk vang ik wat. Nee, er wordt helemaal niks. Een stuk ongeluk dat ik ben. Oh. Mag ik gaan huilen, jongens? Ik kan de moeite doen om visjes te vangen, maar ik kan ook gewoon gaan huilen ondertussen. En het tweede klinkt wel heel aantrekkelijk. Echt heel erg. Je ziet natuurlijk de score van de tegenstander niet, maar het is sowieso 6. Sowieso. Die hou ik voor de grap. Ik speel nooit meer tegen medium bots. Ik denk ook dat ik nooit meer Mario Kart 4 speel. Dus ik deze game met reden dagenlang in de kast gelegen. Met een reden. Dat die kut is. Nou, de laatste beurt. Alles kan nog gebeuren, behalve als je mij bent. Fantastisch. Fantastisch. In deze heb ik echt 3 sterren. Je zou al bestaan een speciale sterren voor minigame held. Die ik trouwens niet echt was, deze video. Zelfs dan kan ik niet meer winnen. Oh, was maar over me heen. Alsof ik een van de lustobject ben. Doe dat maar, Daisy.
Oh, 2? Huh? Oh, 7? Oh, joh, dat is samen 9. Bof! Jammer, Rick. Moet je maar niet zo Rick zijn. Dan krijg je ervan. Oeh, word ik nou 3 muntjes erbij? Oh, jee! Ja, doe maar schattig. Je hebt mijn leven verpest. Hoe schattig is die? Oh, even groot worden. Laatste beurt. Toch? Is het laatste beurt? Wat heeft het dan nog voor zin om groot te worden, Peach? Je gaat er geen ster op krijgen of zo. Je hebt wel heel veel muntjes, moet ik dan maar weer zeggen. Kom maar, even op dat battlevakje. Kan ik maar omlaag. Even een battlevakje. Oh, 8. Oh, nee. Ze gaat er wel voor. Dat kun je er geven. Gaat zo recht voorbij die sterren lopen, moet je zien. Had je bijna de tweede plek kunnen hebben. Dat is toch grappig, Peach? Dat is toch grappig? Je moet je zien, Het is een spektakel, dit. Even langs. Oh, wat jammer nou. Wat een pech kan één meisje hebben. Dit is als het goed is de laatste beurt, als ik me niet vergis. Ja, de laatste beurt. Dus dan krijg je niet eens de items. Dat vind ik wel goed van de game nagedacht. Van, hé, laatste beurt. Wat boeit een item nog, zeg maar. Ja. Komt hij op het... Oh, nee, ik kom net niet op het pauzevakje. Zo jammer. Oké, laatste beurt, dus er gebeurde niks. Oké, nou. De gooi die alles verandert. 2. Oh, het is wel een vraagtekenvakje. Oh, wat gaat er nou gebeuren? Die achtbaan toch? Nee. Woe, fantastisch. Yay, ik heb het zo naar mijn zin. Ja hoor. Die achtbaan toch, hè. Die achtbaan toch. Iedere keer weer. Keer op keer. En de laatste minigame om dit fantastische, gigantisch leuke... Oh, reverse abom. Geen idee wat dit is. We gaan het zien. Zekers. La 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 la. Press the corresponding buttons to redirect the bomb arms. Blow the other team up 10 times to win. Move, press button. Oh, that sounds very easy. Oh, dat doet me denken als een spelletje bij Gimma. Dat je een paar basketballen, of juist een skippybal, en dan moest je met basketballen erop gooien. En dan moest je hem bij de andere kant, de andere teams aan de lijn zien te krijgen. Dus deze kant op loopt, dan moet je ze allemaal omdraaien. Daisy, nee! Fucking! Je moet vooral opletten welke... Oh, nee, man! En vooral als ze dichtbij je ontploffen. Je moet... Daisy, is jij nog gewoon... Daisy, what the... We liggen ook echt allebei in... What the fuck gebeurde er zojuist? Ik kan dit gewoon niet doen! Ik werk met amateurs! En mezelf. Dat is ook een hele erg amateur. Misschien de grootste. Misschien. Dus nu mijn haar raar zit na een pet op hebben. Ja, ik weet nog niet. Misschien doe ik later nog iets doen met de dictator worden en dan houdt die schaar. Oh, dat was een profpoefpotje. Dat scheelt. Nu heb ik een kans om iets minder kut te zijn. Nope. Ten eerste loop je gigantisch langzaam. Dus je hebt echt een inschattingsvermogen nodig van damn girl. Oh, wacht. Oh nee, het loopt ook echt niet fijn! Het loopt zeg maar echt, soms loopt het te hard en soms loopt het te zacht en... Daar! Nee, daar! Oh, fuck! Ik heb niks aan je, Daisy! Ik heb echt zin om deze controle kapot te maken! En je hebt van die mensen op YouTube die forceren dat ze boos zijn. Van, oeh, kan mij boos zijn? Dat vind ik schijt irritant. En dan hoop ik niet dat mensen dat van mij denken. Ik ben gewoon serieus gefrustreerd door deze game. Een game die ik ooit liefde schonk. Maar ik speelde vast altijd op easy. Dat zou een hele hoop verklaren. Waarom ik deze game zo tof vond. Ik speelde vast altijd op easy. Nou, wie zal het toch gewonnen hebben? Nou, ik niet. En ik kan niet tegen mijn verlies. Yay, hoe kom ik? Hey, ik heb een ster. Ik ben tenminste geen helemaal loser. Oh, wacht. Die heb ik mezelf aan het begin van de game gegeven. Laat maar. Number of coins. Oh, daar heb ik ook niet mee gewonnen. Nee, jammer. Jammer, ja. First, the minigame start. This goes to the person who got the most coins in minigames. Please, laat het mij zijn. Come on, please. Fuck! Niet eens? Komt er maar eens samen dat de Dolph spelletje hebben gespeeld door Daisy. Kan niet anders. Ja, hoe kan Daisy zo sterk zijn? Ik heb hem vast op expert gezet. Kan niet anders. Who got the most coins in the game? Nou, dat zou ik ook alweer niet zijn. Als zij de meeste mini... Wat? Ja, puur omdat ze die battle heeft gewonnen. Met dat tekenen. Fucking. Oké, nou, wat we... The Happening Star. The player will hit the most happening spaces. Oh, dat zou ik ook weer niet zijn. Dat zal Wario wel zijn. Dat ik echt nog even definitief de laatste word. Oh! Wow, Wario. Wie is er nou laatste? Jij? Een derde plek is een eerste plek als je daarin gelooft. Helemaal naar mij van, oeh Rick, jij hebt pas gewonnen, je hebt 1 ster en deze duidt er 4, maar we laten jou gewoon winnen, omdat jij vet veel abonnees hebt en shit.
Nee, dit is voor het internet, jongens. Doe maar even alsof ik gewonnen heb. Kom op. Ho! Ho! Wow! Ik hoop dat er zenuwgas in zit. Oh, er zit inderdaad zenuwgas in. Enkele uren later ging prinses Daisy dood aan haar innerlijke verwondingen. Mooi, opgelost. Ik wil de resultaten niet. Ik zet gewoon de Wii uit. Huppakee. Zo doe ik dat. Uit met dat stuk stront. Nou, bedankt voor het kijken van deze XXL gameplay. Hopelijk heb je nu een goed beeld gekregen van de game Mario Party 4. Echt een aanrader voor het hele gezin. Hij is leuk als je met z'n vieren speelt, maar als je tegen bot speelt, komt er bloed onder je nagels vandaan. Spuit de hele kamer door. Infecteert je hele familie met ziektes die in het bloed vastgelegd kunnen worden. En ja, probeer dat maar bij de verzekering te regelen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet niet te liken als je hem leuk vond. Tot de volgende XXL gameplay of Rick's avonturen binnenkort weer. Tot de volgende aflevering. Ga ook naar mijn kanaal, doe ik vast ooit nog wel een keer Mario Party. Niet dat je dit ooit nog terug wil zien, maar stel, je zou het willen. Mijn kanaal. Tot de volgende aflevering. Doei! Bye!